je kijkt naar weer een nieuwe video. Zoals jullie al konden zien in mijn laatste shoplog heb ik een aantal nieuwe producten gekocht van Essence. En die ga ik vandaag voor het eerst met jullie samen proberen. Dus een first impression video. Ik ga bijna een volledige look maken met de producten. Ik heb alleen geen foundation of iets dergelijks omdat die me niet echt interessant leken. Maar ja, mocht jullie nou zin in hebben, doe dan alvast even een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. Ik heb al primer opgedaan en ik ga nu voor de verandering een keer eerst beginnen met concealer. Dit is namelijk de Essence Camouflage Full Coverage Concealer en het is kleur nummer 10 Nude. Ik zat dan namelijk alleen kleur nummer 05 en 10 en ik zou normaal gesproken 15 of 20 pakken. Dus ja, ik weet niet of deze te licht voor mij gaat zijn. Daarom ga ik hem onder mijn foundation aanbrengen. Dan maakt het niet zo heel veel uit als die wat te licht is. Maar goed, ik ga deze in ieder geval proberen vandaag. Nou, voor onder de ogen moet een lichte kleur juist wel heel erg fijn zijn. Oh, het voelt wel echt als een dikke substantie aan. Ik weet niet of ik dat heel fijn ga vinden. Maar goed, dat zullen we gaan zien. En ik had, zoals jullie ook konden zien in de vlogs, best wel wat onzuiverheden op het moment. Ga ik hem uitblenden met deze spons van Real Techniques. Dat doe ik altijd met mijn concealer. Dus kijk hoe die het doet. Oké, hij is inderdaad wel echt heel erg licht voor mijn huid. Dus het is maar goed dat ik deze onder mijn foundation aanbreng. Want anders dan zou het echt zo'n spookeffect geven. En wat ik ook merk is dat hij echt best wel dik is. En daardoor lastiger verspreidt dan dat ik gewend ben. Maar in principe niet slecht. En als ik het zo zie, hij geeft geen volledige dekking. Maar het is ook geen slechte dekking. Voor puistjes geldt eigenlijk hetzelfde. Hij geeft best een oké dekking. Maar ik denk dat als ik zo meteen de foundation eroverheen doe, dat het toch net dat extra geeft. Ja, het is geen volledige dekking, maar op zich gaat het er wel mee door. Maar het is niet dat ik denk van yes. En ik vind het toch wel jammer dat ze maar zo weinig kleuren hebben. Want dat betekent dat ik met mijn huid gewoon eigenlijk al, ja, geen goede kleur heb. Ik ga nu in ieder geval mijn basis afmaken. Dus de foundation, poeder en mijn wenkbrauwen en dan mijn body terug. Zo, de rest van de basis zit er ook op. En samen met de foundation vind ik de concealer best wel een mooi effect geven. Ik vind het alleen echt jammer dat er maar twee kleuren verkrijgbaar zijn. Ik ga nu verder met een bronzer. En dit is de Luminous Matte Bronzing Powder voor Darker Skin. De nummer 02 Sun Glow. En deze heeft een heel erg leuk motiefje erin. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe deze het op mijn huid gaat doen. Ze hebben ook een 01 voor een lichtere huid. Maar volgens Joyce zou deze mooier bij mij staan. Dus ik ga hem proberen. Ik ga hem aanbrengen met de Angled Contour Brush van Boozy Shop. Oké. Qua pigment vind ik hem mooi. Maar ik vind hem wel ergens wat oranje. Niet heel storend gelukkig. Het is wel mooi. De lichtere variant vonden we in het schap nog oranjer lijken. Maar ja, ik vind hem toch wel een beetje oranje. Maar op zich is die wel mooi. Ja, I like it. Dan ga ik verder met een product waar ik heel erg benieuwd naar ben. En dat is dit paletje. Dit is het Blush Play Sculpting Blush Palette in 010 Play It Peach. En deze heeft dus drie verschillende tinten. Dit is een highlight, een sculpt en een define blush. En wat dus de bedoeling is, dat zag ik bij de video van Lotte. En dat is dus dat je deze als een highlighter, een blushkleur en een soort contour blush aanbrengt. Dus ook drie lagen, maar dan alleen van blush. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat bevallen. En ja, ik ga het aanbrengen. Ik ga beginnen bij de sculpt kleur. Dus die moet zeg maar op de plek van mijn bronzer net iets erboven. Oké, qua pigment is die nu wel heel goed. Ik zie gelijk een roze kleur verschijnen. Dan is het tijd voor de define kleur op de plek waar ik altijd gewoon blush aanbreng. Oké, ik vind het wel echt een leuk lief roze kleurtje. En als laatste dan de highlight tint. En die breng ik er dus net iets bovenaan aan als highlight. Oké, ik zie hier zelf eerlijk gezegd niet heel veel van terug helaas. Dit is dan het effect van het paletje met dan de bronzer eronder. Ja, ik vind het wel heel erg mooi, maar ik vind het wel jammer dat je de highlight tint niet echt heel goed ziet zitten. Maar dat komt goed, want ik heb nog een losse highlighter. Dit is namelijk de Prismatic Rainbow Glow Highlighter in 10 Be a Unicorn. En deze heeft dus allerlei kleuren van de regenboog in zich zitten, dus ik ga ze eerst even apart swatchen voor jullie. Dit zijn de verschillende tinten. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Maar ja, voor een highlighter vind ik het best goede pigmentatie. Maar ik ben heel erg benieuwd dat de kleur wordt van alle vier de kleurtjes gecombineerd. Ik ga het aanbrengen met mijn Real Techniques Setting Brush. En die ga ik gewoon door alle vier de kleurtjes heen halen. Kijk, er komt echt een mengelmoes van allerlei kleurtjes op mijn kwast. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen op mijn gezicht. Oeh. Ja, dit vind ik wel echt heel erg tof. Ik heb ook die van Makeup Revolution, de Unicorn variant. Maar die is veel cooler dan deze. Deze vind ik wel echt heel erg mooi.
Dan ga ik verder met dit paletje. En dit is het Eye & Face Palet in 02 Rise & Shine. En deze heeft zowel vier oogschaduwkleurtjes als een highlighter en een blush kleur erin zitten. De blush en de highlighter ga ik niet meer gebruiken, aangezien ik die al op mijn gezicht heb zitten. Maar ik ga de ooglook wel hiermee maken. Ik zal in ieder geval alles even voor jullie swatchen. Ik maak swatches echt wel op een onmogelijke manier. Maar goed, dit zijn de swatches. Dit zijn de vier oogschaduws en dit zijn de twee kleurtjes highlight en blush. Ik vind de tinten wel heel erg mooi. Ze liggen wel redelijk dicht bij elkaar, behalve dan die donkere tint. Maar ik denk wel dat ze ook qua blush en highlight bij de oogschaduws passen. Dus wat dat betreft vind ik het wel weer heel erg fijn. Ik breng eerst even deze oogschaduwbasis aan van Essence en dan kunnen we beginnen. Ik ga beginnen met het aanbrengen van deze roze tint uit het palet op het bewegend ooglid. Dan ga ik deze lichte bruin taupe-achtige kleur aanbrengen in de arcadeboog. De donkerbruine kleur breng ik aan de zijkant van mijn arcadeboog aan. En als laatste breng ik deze aan als highlighter op het wenkbrauwbod en in de binnenste ooghoek. Oké, de oogschaduwen zijn in principe heel erg mooi. Ze hebben niet al te veel fallout. En ja, op zich kun je er een prima look mee krijgen. Maar bijvoorbeeld deze tint vind ik niet heel veel toevoegen. Ik had liever nog een wat donkerdere tint gehad bijvoorbeeld. Want ja, hoeveel zie je er niet van in de arcadeboog. Maar verder vind ik het een prima paletje. Dan maak ik de ooglook natuurlijk af met een mascara. En ik koos voor de Volume Stylist 18 Hour Curl & Hold Mascara. En deze heeft een beetje, ja, een schuin borsteltje. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Het borsteltje loopt een beetje zo. En ja, het ligt er zit al op je hout. Zo houdt hij mee scheef en zo juist niet meer. Verder is het een redelijk grote applicator. En hij is niet waterproof. Over het algemeen gebruik ik waterproof mascara's. Maar er zaten helaas geen nieuwe waterproof varianten in het schap. Dus ik dacht, ik ga deze testen. Ik vind de dop zelf wel echt heel erg tof. En sowieso vind ik de verpakking wel heel erg mooi. Maar ja, we gaan kijken hoe hij doet op mijn wimpers. Ik heb zelf het gevoel dat hij hier zo aan de holle kant bijna geen haartjes heeft zitten. Dus ik ga het gewoon aanbrengen met de andere kant. Want ik ben bang dat ik anders echt klonten krijg. Oh, wauw. Het valt toch mee. Ik dacht dat ik echt enorme spinnenpoten zou krijgen. Valt nog mee. Hier wel echt een klont. Oké, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hij geeft wel echt krul aan mijn wimpers. Maar in ruil daarvoor geeft hij ook spinnenpoten en worden je wimpers best wel dik en klonterig en niet meer goed gesepareerd, zeg maar. Kijk of hij hetzelfde ook doet bij mijn andere oog of dat het gewoon ligt aan hoe het borsteltje vasthield. Oké, ik vind deze kant wel al een stuk beter en dat is wel het oog is wat het minst wil altijd bij mij met mascara. Maar ja, ik weet niet echt wat ik van deze mascara vind eigenlijk, want hier is het dus heel klonterig en hier niet. Dus het ligt maar net aan hoe je het borsteltje vasthoudt. Ja, ik ga even kijken hoe het doet op mijn onderwimpers. Oké, dit is het uiteindelijke resultaat. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind het niet verschrikkelijk. Kijk, hier was hij wel echt aan het klonteren, maar het valt in principe ook wel weer mee. Hij geeft wel echt die krul die hij belooft. Ja, ik weet het niet. Ik moet deze denk ik nog wat vaker testen, wil ik weten wat ik hiervan vind. Maar ja, zeg maar in de reacties wat jullie vinden. Nu ga ik de look afmaken met een lipkleur. En ik heb het idee dat deze lipcombinatie niet helemaal past bij deze look. Maar ik wil dus donkere lippen. Ik heb hier namelijk een nieuw Ultra Last Lip Liner gekocht in 03 Wine Lips. En daarbij leek deze lipstick, de Matte Lipstick in 08, heel erg goed te passen. Dus ja, ik ga deze combinatie weer testen. Even van tevoren, het gaat dus waarschijnlijk niet staan bij deze look, dus let daar even niet op. Maar dit is in ieder geval het potloodje. Het ziet er wel heel erg mooi en strak uit. Ik hoop dat hij een beetje zacht gaat zijn op mijn lippen, want dat vind ik altijd wel belangrijk van een lippotlood. Oeh, ik vind de kleur echt heel erg tof. Kijk nou. Echt een hele mooie, beste kleur, zeg maar. Oké, dit ziet er echt niet charmant uit. Zo, ik heb mijn lippen omlijnd en dit ziet er echt heel bizar uit. Maar ja, hij voelt wel echt heel erg lekker zacht aan. Ik vind de kleur echt heel erg tof. Ik gebruik over het algemeen eigenlijk nooit lippotlood. Maar ja, ik vind deze wel echt heel erg tof. Dus ik ga de lipstick aanbrengen. De lipstick is zoals ik al zei nummer 8 uit de Matte lijn. En ik hoop dat die gaat passen. Dit zo zie eigenlijk niet helemaal. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Oké, nee, dit is echt geen combinatie. Oké, zoals ik al zei, het past echt totaal niet bij de ooglook dit. Ik vind de lipkleur eerlijk gezegd niet helemaal lijken op dit. Ik had hem hier namelijk veel paarser verwacht. Maar ik vind het wel een hele toffe vampy kleur. Hij past niet bij de lippotlood. Dat was echt een beetje een misschatting van mij. Maar ik vind het wel tof.
Ja, de matte lijn van Essence ken ik al. En die vind ik altijd al heel erg fijn. Dus ja, wat dat betreft heb ik er niks over te klagen. Het past echt niet bij de ogenlook alleen. En ik vind wel echt een toffe fancy kleur dit. Oké, ik heb mijn haar even losgegooid voor het eindoordeel. Maar ik ga jullie nu even vertellen wat ik van alle producten vind. Als eerste de concealer. En hij was dikker dan dat ik gewend ben. Maar ik vind het effect in principe prima. Het is alleen jammer dat ze alleen maar een 05 en 010 hebben. Ze moeten wat meer kleuren hebben naar mijn idee. De Luminous Matte Bronzer daarentegen vind ik echt heel erg tof. Nou, ze hebben gewoon dus ook nog een lichtere tint. Ik weet niet of die goed is, want ik had het idee dat die wat oranjer was. Maar ik vind deze wel heel erg mooi. Het blushpaletten vind ik heel erg tof bedacht. En ik vind het effect ook zeker mooi. Alleen de highlight tint vond ik niet heel erg spectaculair. Maar verder vind ik hem echt het geld wel waard. Deze highlighter heeft me ook echt verbaasd. Ik had verwacht dat het helemaal niet zo draagbaar zou zijn. Of net zo cool zou zijn als de variant die ik van Makeup Revolution heb. Maar ik vind hem echt heel erg mooi. En ja, ik denk dat ik hem zeker nog vaker erbij ga pakken. Dit paletje vind ik de oogschaduw in principe prima, maar niet heel spectaculair. En de blush en zo heb ik nog niet helemaal getest. Maar wat betreft de swatches zag het er goed uit. Over de mascara ben ik er echt nog niet uit. Daarbij heb ik echt jullie hulp nodig. Wat jullie ervan vinden. Aan de ene kant geeft hij wel volume, maar aan de andere kant geeft hij ook heel snel al blondjes. Dus ja, laat me weten wat jullie hiervan vinden. En wat betreft dit lip duo, wat totaal geen duo bleek te zijn, vind ik ze allebei heel erg fijn. Ik vond deze tint echt heel erg mooi. Hij brengt mooi zacht aan. En ik weet niet hoe die blijft zitten natuurlijk. Maar hij lijkt me echt heel erg fijn. En de lipstick. Ja, ik hou van dit soort fancy kleurtjes. De matte lijn van Essence vind ik altijd al fijn. Deze is trouwens niet nieuw. Maar ik wilde hem voor deze video gewoon gebruiken. En ja, ik vind het een hele toffe kleur. Dan is dit de video alweer. Hopelijk vond je het leuk. Doe dan zeker nog even een duimpje omhoog. Laat me ook in de reacties weten wat jij vond van de mascara. En natuurlijk welke producten jij graag zou willen proberen. En ja, mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan ook vooral nog eventjes. En dan zie ik je graag bij mijn volgende video weer terug. Doei doei!